Ja, Woutje. Maar toch wordt het tijd dat je onderhand bij hoe 32 jaar aan een vrouw komt. Ja, moeder, maar ik mag er nooit omkomen. Woutje, zei ze. Ik ben onderhand 80 jaar. Ik zit in een rolstoel. Ik kan zelf niet meer eten los staan binnenhouden. Ik laat mijn water lopen. En mijn reuma begint ook al behoorlijk op te spelen. Wie moet er nou straks voor jou zorgen als ik er niet meer ben? Ik moet u weer vertellen, Woutje. Over jongens en over meskes, zei ze. Over de zes en ze liep bijna de kunstgebied buiten. Weet jij het verschil tussen jongens en meskes, Woutje? Nee, moeder. Dat weet ik niet. Ik mocht vroeger van jou toch nooit mee meskes spelen? En de televisie ging op het andere net als er Mieke Telkamp op kwam of zo. En als dan toevallig Mies Bouwman of Connie Stewart op Nederland 2 kwam, dan ging die uit. Gingen we kaarten. En moeder, ik was pas 23 jaar toen ik erachter kwam dat er tussen de boeren en de koning ook nog een kaart heerde. En die, moeder, zijn de enigste vier kaarten die ik in heel mijn leven in mijn handen heb gehad. En ik was pas 5 jaar geleden hebben we pas vrouwenjagen geleerd. Goed, Woutje, dat is immer zo gelopen. He, dan zal ik het toe eens wel eens uit de doeken doen, jongen. Ga maar eens zitten. Je hebt dus jongens en meskes. En die... Jongens, of hadden nou meskes? Verdorie, ik vergeet tegenwoordig ook alles, hè, zei Jos' moeder. Kom maar nog Kees Molders of Harry van den Breuken, die kunnen het voor u wel uit de doeken doen.